Een hele goede middag en welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is vandaag woensdag, het is 15 november. Ik heb mezelf even klaargemaakt. Ik zit hier gezellig met een tijgertje op de bank. Tijgertje. Ik film even met mijn telefoon. Ik ben vergeten mijn vlogcamera op te laden, dus die ga ik soms dan even aan de oplader leggen. Ik ga zo meteen eventjes de woonkamer schoonmaken. Eventjes alles eventjes afnemen en gewoon... Het standaard ritueel, zeg maar. En daarna ga ik mijn dressoir in elkaar bouwen. Het leek me ook wel handig op zich om dat te doen als het allemaal schoon was. Want dan heb ik daar ook goed stof gezogen en even getweld en zo. Ik denk dat ik jullie daar wel even erbij zet. Ik ga zo eerst even de vlogcamera aan de oplader leggen. Want dat ben ik inderdaad dus vergeten. Dus daar ga ik zo maar eventjes mee beginnen. Dan is dat geweest, of klaar eigenlijk. Voor de rest heb ik echt een hele zere nek. Ik heb een stijve nek. Ik heb verkeerd gelegen en het doet echt heel erg veel pijn. Gaat er vanzelf wel weer uit, maar het is nu wel heel vervelend. Dus ja, dat is eigenlijk eventjes wat minder. Maar eventjes vanavond met douchen, de warme douche erop en eventjes goed mijn kussen opschudden vanavond. Dus hopelijk dat het dan wat wegtrekt. Ik ga nu gewoon eventjes beginnen met de schoonmaak en de vlogcamera aan de oplader leggen. En dan zet ik jullie straks met het dressoir in elkaar zetten er wel gewoon weer bij. Zover of dat lukt, want het is best wel donker weer buiten en... Ja, dan is het filmen altijd hier heel erg moeilijk. Dat heb ik ook wel vaker gezegd. Maar ik ga mijn best doen. Dus ik zie jullie strakjes. You want all my love and my devotion. You want my love and soul. Een hele goede middag op deze donderdag 16 november. Het is letterlijk 3:05 en het is heel erg donker. Ik heb zelfs al een lampje aan. Ik denk dat ik er zo nog maar een paar aan doe, want het is hier echt niet licht. Ik zal het eerst eens even doen. Het is niet grappig meer dat het zo donker kan zijn in huis. Nou ja, dat is het eventjes voor nu.
Gisteren hebben jullie kunnen zien dat ik bezig ben geweest met het in elkaar zetten van het dressoir. Ik was redelijk goed op weg, maar ik heb gespleten planken. De planken zijn echt heel erg, hoe moet ik dat zeggen? Kwetsbaar. En je moet dat een beetje op zijn kant in elkaar zetten. Dus die planken die spleten. Ik heb dus nu gewoon 4 planken waar ik gewoon niks meer aan heb. Ik heb gelukkig wel al contact opgenomen met IKEA en ik heb het verhaal uitgelegd. En omdat ik het net heb gekocht, kan ik wel 4 nieuwe planken komen halen. Dus dat is wel heel fijn, maar dat betekent wel dat de bouw van het dressoir nu stil ligt. Omdat ik eerst moet kijken of iemand die planken kan ophalen. Eventjes geen bouwen van het dressoir. Dat betekent ook dat ik mijn make-upkast nog niet in elkaar kan zetten. Want daar heb ik nu op de slaapkamer geen ruimte voor. Want daar staan de spullen die in het dressoir moeten. Dus dat staat gewoon eventjes stil nu helaas. Kan het niet mooier maken. Dat is even een tegenvaller. Voel ik me ook even zwaar kloten over, om het maar zo te zeggen. Maar goed, het is wel fijn dat ik in ieder geval nieuwe planken kan krijgen. Dus dat is het probleem niet. Alleen even kijken wanneer. Ik krijg om 4:15 bezoek. Dat betekent dat ik nu nog ongeveer iets meer dan een uurtje heb om voor mezelf nog wat dingen te doen. Ik ga allereerst zo eventjes de nieuwe screen protector plakken op mijn telefoon. Want deze zit echt heel veel lucht onder. Dus die ga ik zo even plakken. En ik wil eigenlijk even die draadletter DIY'en. Dus ik zet jullie daar zo even bij. Ik hoop dat de camera het volhoudt. Anders gaat het met de telefoon gebeuren. Want mijn camera heeft maar weer een batterijstreepje. Dus dat ga ik zo even doen. Dan zal ik jullie even bijzetten. En voor de rest denk ik dat ik straks even achter de laptop kruip. Zodat ik ook even de vlog op mijn blog kan zetten. En nog even misschien wat mailtjes doen. Dus ik denk dat ik het zomaar eventjes ga doen. You know the bed feels warmer, sleeping here alone. You know I dream in color, and do the things I want. You think you've got the best of me, think you've had the last laugh, but you think that everything good is gone. Think you left me broken down, think that I come running back. Baby, you don't know me 'cause you're dead wrong. What doesn't kill you makes you stronger, stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes a fighter, footsteps even louder. Doesn't kill you, makes you stronger, stronger. Just me, myself, and I. What doesn't kill you, makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. You heard that I was starting over with someone new. They told you I was moving on over you. Didn't think that I'd come back swinging. You tried to break me, but you see, what doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes a fighter, footsteps even lighter. Doesn't mean I'm over 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Just me, myself, and I. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. Thanks to you, I've got a new thing started. Thanks to you, I'm not so broken hearted. Thanks to you, I'm finally thinking about. Just my
Inmiddels ben ik weer terug. Ik had nog even wat boodschap gedaan, ben nog even langs de Action geweest. En zoals je kunt zien is het echt super donker. Ik ga jullie nog wel even laten zien wat ik heb gehaald. Zal ik even in de gang doen, want daar heb ik iets beter licht. Dus ik zal daar even heen lopen. Ik heb de scheerschuitbus heb ik opgestuurd, die ik moest opsturen. Wow, het wordt alleen maar donkerder, jongens. Ik heb de boodschappentas daar staan. Ik zal even de camera draaien zodat jullie het kunnen zien. Nou, ik haalde even cola bij de Lidl. En ook even een paar grip. Die heb ik even bij een andere winkel gehaald. Cola. Dus daar is het iets goedkoper. Ik ga even hier zitten. Dan zal ik even laten zien wat ik bij de Action haalde. Er waren echt maar drie dingetjes, want ik moet gereedschap hebben. Ik heb een... Wow, een hamer gekocht. Heel erg handig, die had ik niet. Ik wilde ook schroevendraaiers hebben, maar ik wilde eigenlijk een setje hebben en die was op. Dus daar moet ik nog even een keer voor terug. Ik heb weer even zo'n Airwick First Matic gekocht in de geur Wilde Orchidee. Ik vind hem super lekker en die voor mij die was volgens mij alweer tenminste. Hij spuit niet meer. En voor de testvideo heb ik nog deze massagerollers voor het gezicht gehaald. Leek me wel leuk om die er ook te gaan testen. Dus even van de Action. Ik haalde bij de Lidl snijbonen. Ja, ik heb ze twee keer genoeg aan. Kreukelfrietjes. Ik vind het wel lekker zo af en toe. En dan is best wel wat vlees met korting. Dus dat ga ik gewoon in de vriezer doen. Ik haalde dit gehakt. Dus dat doe ik gewoon in de vriezer. Zwarma, dat is ook met korting. Dus dat gaat ook de vriezer in. Ik haalde ook alvast slavinken. Die zijn goed tot 19e. Oh, die moeten dus ook even in de vriezer. Die zal ik even per twee verpakken. Dan gaan ze ook in de vriezer. Een pak suiker. Mijn suiker die was zo goed als op. Dus heb ik even een zwakke pak gekocht. Een blikje energy drink. Gewoon wat ik lekker vind. Ik wilde ook heel graag een broodje, maar die waren helaas op. En ik haalde weer eventjes flesjes water met bubbeltjes. Dus dat waren eigenlijk de boodschapjes. Ga ik even opruimen en dan ga ik even douchen. En dan zie ik jullie morgen weer. Want ja, het wordt nou te donker en ik ga eigenlijk niks meer doen. Dus een hele goede middag op deze vrijdag 17 november. Ik heb mezelf een beetje klaargemaakt. Nee, een beetje. Het zit wel weer oké voor vandaag. Ik ga de slaapkamer zo meteen schoonmaken. Ik ga eerst eventjes hier stofzuigen. Heb dat gehad. Ik heb eventjes een mailtje gestuurd naar de leverancier van mijn harde schijf. Die hier dus in zit. Van mijn externe harde schijf. Om het probleem uit te leggen en eventjes te kijken of ik daar misschien een reactie op terugkrijg. Omdat ik het zelf even niet meer weet. Dus ja, dat heb ik zojuist eventjes gedaan. Ik ga zometeen eventjes eerst stofzuigen en daarna ga ik de slaapkamer doen. Kan ik jullie even bijzetten? Ik moet wel even de camera op de oplader leggen. Die is alweer leeg. Ik had hem gisteren niet helemaal volledig opgeladen. Dus dat was het probleem. Voor de rest. Ja, eigenlijk niet heel erg veel. Gewoon een beetje stofzuigen. En eventjes een beetje opruimen. Het is ook weer onwijs koud hier. Maar dat zal zo wel goed komen als ik aan de schoonmaak ben. Dan krijg ik het vanzelf wel warm. Vanavond de laatste aflevering van Flikker Rotterdam helaas. Dus ja, dat is ook alweer heel erg snel gegaan. 10 weken zijn echt niks. Dus ja, het is ook wel spannend hoe dat afloopt. Dus ja, dat is het eigenlijk voor nu wel eventjes. Ik zal even de camera op de oplader leggen. En dan zal ik jullie dus straks wel eventjes weer bijzetten bij de slaapkamer. En ja, even kijken voor zover hoe ver dat lukt, aangezien het nu natuurlijk al best wel een beetje donker wordt. Dus, of donker, vroeg donker moet ik zeggen. Dus ik ga even kijken hoe ver ik daarmee kom. Dus eerst maar even de camera opladen en hier even stofzuigen.
Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals, like animals, Mars. Maybe you think that you can hide. I can smell your scent from miles. Just like animals, animals, like animals, Mars. Baby, I'm. So what you trying to do to me? It's like you can't stop with enemies. Baby, get along with me inside you. You're like a drug that's killing me. I cut you out entirely, but I get so high when I'm inside you. Yeah, you can start over, you can learn free, you can find out the peace in the sea. You can pretend it's meant to be, but you can't stay away from me. I can still hear you making that sound, taking me down, rolling on the ground. You can pretend that it was me, but no. Forever stuck, so you can do what you wanna do. Yeah, I love the lies, I ate them up, but don't deny the animals. They come alive and I'm inside you. Yeah, you can start over, you can learn free, you can find out the peace in the sea. You can pretend it's meant to be, but you can't stay away from me. I can still hear you making that sound, taking me down, rolling in the ground. You can pretend that it was me, but no. Oh, baby, I'm playing on you tonight. Een hele goede middag op deze zaterdag 18 november. Ik ben volgens mij een beetje wazig als ik het zo zie. Ik heb net mijn make-up eventjes gedaan en dat moet ik dus zo nog even opruimen, want ik heb het eventjes hier gedaan. Een beetje lekker warm in de kamer. Dus dat moet ik zo nog even wegzetten. Voor de rest moet ik nog even stofzuigen hier. Dat is niet zo heel veel werk. Er had een kat op de bank een beetje gespuugd. Het was gewoon meer een beetje... Ja, er zat verder niks in, zeg maar. Het was gewoon een beetje, ja... Ja, hoe zeg ik het? Spuug zonder stukjes. Klinkt heel vies, maar ik weet even niet hoe ik het anders moet zeggen. Dus dat moet ik zo ook nog even opruimen. En ik moet nog even het beginstukje van de video voor vandaag opnieuw opnemen. Het beginstukje van de video, die ben ik kwijt. En ik weet dus niet waar die gebleven is. Hij staat nergens op mijn laptop. En ja, dat is nogal vervelend, want die moet ik natuurlijk wel hebben. Die moet ik dus even opnieuw opnemen. Het beste was geweest om de hele video opnieuw op te nemen. Dat gaat helaas niet. Het is een Action Shoplog. En ik heb gewoon ook al spullen van die shoplog gebruikt. Of die zijn op. Dus dat wordt hem niet. Maar dat zal ik wel eventjes kort uitleggen. Dus dat moet ik zo even doen. Dan moet die video ook nog in elkaar. Maar hij komt er vandaag sowieso nog op. Ik kan alleen niet zeggen welke tijdstip dat gaat worden. En ik wil straks eventjes alvast dit make-up kastje van IKEA in elkaar zetten. Dat gaat me wel lukken nu dit keer. Dan is die gewoon, dan staat hij er gewoon. Ik zet hem even hier in de woonkamer neer, want hij kan nog niet naar de slaapkamer. Maar dan staat hij in ieder geval vast in elkaar en dat scheelt ook alweer. Dus dat ga ik een beetje doen. Ik ga zo eerst eventjes hier dat, die make-up en zo even opruimen en even de stofzuiger er doorheen trekken. Dan ga ik ook even dat stukje opnemen. En dan kan ik jullie er wel even bij zetten bij dat kastje. Dat is niet zo moeilijk. Ik doe mijn best tenminste. Want het is alweer een donker dagje. Het is regenachtig. Dus ik ga alweer vrij snel problemen krijgen met het licht. Maar oké. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje de planning voor vandaag. Ik heb ook best eigenlijk een beetje medelijden. Met al die kindjes die gezellig naar Sinterklaas toe willen. En het is echt zo nat buiten. Bah, brr, koud. Maar goed. Ja, dat is het een beetje. Er zit inmiddels een kat op de kattenbak geluid te maken. Hey, lukt het? Klinkt niet helemaal goed.
Ik heb natuurlijk drie katten, maar twee van de drie die zijn nogal jaloers op elkaar. Die willen elkaar ook altijd het beste, ook in de kattenbak dus. Dus dan zit er eentje op en dan gaat die ander er echt zo voor zitten. Echt een beetje zo provocerend van, ja kijk, ik ben er ook. Echt vet irritant. Kan ik gelijk zo daar ook eventjes weer die kattengrit opzuigen. Dus, nou, ik ga eventjes mijn ding doen en dan zet ik jullie straks bij het kastje er gewoon bij. Want voor de rest ga ik niet heel veel doen. Misschien nog een wasje in de kast werken. Ik moet trouwens wel een wasje ophangen. Maar, nou ja, goed. We gaan het zien. Oké, ik wilde dus de kast in elkaar gaan zetten. Maar ik kom er dus net achter dat het de verkeerde kleur is. Dus ik kan hem helaas niet in elkaar zetten. Er zit nu volgens mij weer een kat bij. Een hele goede middag op deze zondag 19 november. Ik heb het koud. Dat even ten eerste. Ik heb mijn haar even in een staartje gedaan. En ik heb een warme trui aan met allerlei emulsions erop. Want ik heb het echt ijskoud. Ja, vandaag heb ik eigenlijk niet heel erg veel te doen. Ik ga zometeen wel even stofzuigen. Het is hier natuurlijk ook een beetje nog een doosbende, omdat ik het nu niet echt op kan ruimen. En ja, ik moet straks even de foto's maken. Maar ik moet even kijken hoe of dat weer gaat gebeuren vandaag, want dat blijft een beetje een dingetje. Dus ja, dat is een beetje lastig. Ik ga zo eerst maar even stofzuigen, denk ik. Ik moet ook even de stofzuigers opleggen. Die zit weer onwijs vol. Misschien dat ik hier er wel even bij zit, want heel veel bijzonders zal er vandaag niet gebeuren. Ik moet zo even vlees uit de vriezer halen om te eten vanavond. Ja, dat is het eigenlijk. Volgens mij zitten er twee katten in de douche. Muis die ligt op de krabpaal, die was net weer heel erg lief aan miauwen toen de bus stopte. Altijd als de bus hier stopt. Ik heb zowel aan de overkant van deze woning als aan echt de, ja, deze kant waar de woning zeg maar zit, zitten twee bushaltes. En altijd als de bus komt en Muis zit bovenop de krabpaal, dan gaat ze heel lief miauwen. Dat is echt super schattig. Gaat ze echt geluid maken, een beetje pruttelen. Dat is echt super lief. Maar shit, nu gezellig. Hier. Je muis. Je pruttelen, hè? Dus ja, dat eigenlijk een beetje. En dan zo gewoon eventjes. Ja, een beetje de schaduw. Ik ben toch een beetje moe. Ik heb gisteren even mijn nagels gelakt. Dit is een kleurtje van Essie. Een vrij oude collectie, want die heb ik ooit eens bij Big Bazaar gekocht. Het was een setje van drie. Dat zijn vaak van al oude collecties. Die andere twee zijn ook de douche weer uitgekomen, zo te zien. Dus dan kan ik mooi even de stofzuiger pakken en de deur weer sluiten. Want Mickey, de kleinste kat, die zit steeds aan het tape te kauwen wat ik zeg maar om die doos heb gedaan van de IKEA, welke terug moet. Dus dat is een beetje vervelend. Nou ja, laat ik daar gewoon maar even mee gaan beginnen. Dan heb ik dat weer gehad. En dan straks even kijken. Misschien dat ik jullie bij de foto's er nog even bij kan zetten. Maar dat moet ik even zien. And I know she'll be the death of me. At least we're bumping up. And she always get the best of me. The worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, yeah, this I know. She told me to worry about it. She told me to worry no more. We both know we can't go without it. She told I can feel my face.
death of me. At least we're both be numb. And she always get the best of me. The worst is yet to come. All the misery was necessary when we're deep in love. This I know, yeah, this I know. She told me to worry about it. She told me to worry no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never be alone. I can feel my face when I'm with you. Een hele goede middag. Het is nog middag. Op deze late maandag 20 november. Ik had helaas geen tijd om de vlog eerder te openen. Want mijn bezoek was eerder dan gepland. Maar dat geeft niet. Dus vandaar dat ik het nu gewoon doe. Ik had vanmiddag namelijk wat afspraken. En ben nog even naar het dorp geweest. Ik moest doen. Ik heb boodschappen gedaan. Ik ben dus even naar het dorp geweest en ik had een belangrijke afspraak. Nou, is verder niet heel erg interessant om daar wat over te vermelden. Het is een beetje privé, dus dat zal ik ook zo houden. Dus ja, ik ga morgenmiddag naar de IKEA om het kastje te ruilen en de nieuwe planken op te halen. Dus dat is wel heel prettig. Dan kan ik daar wel weer verder mee. Ik zal jullie zo eventjes de boodschappen laten zien. Ik zal het even in de gang doen. Goed. Nee, ik denk dat ik dat toch maar eventjes hier doe. Want dan kan ik het gelijk inruimen. En ja, dan kan ik jullie even laten zien wat ik verder eventjes haalde bij de Hema en bij het Kruidvat. Dat zal ik zo even doen. Vandaag dus geen spectaculaire beelden ook weer. Ja, omdat het allemaal eventjes ietsjes anders liep dan ik had gepland. Ik film ook even met mijn telefoon, omdat mijn camera niet zo goed dit beeld oppakt nu. Omdat het al zo donker is. Het is ook echt al bijna 5:30. Dus vandaar. Ik ga eventjes de boodschappen aan jullie laten zien. Ik heb net mijn kartjes even gevoerd. Ik had een blikje kat ervoor gehaald. Die kan ik niet meer laten zien. Want die heb ik net aangebroken. Maar de rest zal ik even laten zien. Dus ik ga even de spulletjes pakken. En die ga ik jullie laten zien. Ik begin even met de losse spulletjes. De katten zijn nog aan het eten. Dus als ik dat nu daar doe. Dan gaan ze afgeleid worden. Ik pak bij de Hema. Daar had ik even koffiepads. Bij de Hema zijn de koffiepads voor mij het goedkoopste. Zo'n grote zak is 2,50 euro en heb ik 46 pads. Dus, en ik vind ze ook super lekker. Dus die haal ik even bij de Hema. Die wil eentje al los. Even kijken hoor. Oh, die kon er even uit. Ik haalde nog even een USB-stick. Want mijn USB-sticks die zitten redelijk vol. En aangezien ik nu echt heel veel opslag heb, kan ik bepaalde video's daar eventjes op zetten. Dus ik noem deze pump. Ik vind hem heel erg tof. Ik vind hem echt heel erg leuk. Dus die. Dan haalde ik bij het Kruidvat, dat haalde ik er net al even uit, een blikje met energy drink. Die heb ik onderweg even opgedronken, want ik had dorst. Ik heb gerend als een malle. Dus die kon ik wel even gebruiken. Ik haalde even wattenstaafjes, maar ik heb de verkeerde gekocht, zie ik. Ik heb nu gewone wattenstaafjes. En ik heb eigenlijk altijd die andere, die punten gewouden hebben, maar ik heb dus nu gewone. Dus die, ik heb de verkeerde gekocht, maar ze moet nog eventjes een keer die andere halen. Ik haalde watjes, ook wel heel erg handig. Ach, deze wattenstaafjes zet ik wel in de douche neer, want dat vind ik op zich wel prima. Ik haalde deze wattenschijfjes, gewoon watten. Van die bolletjes, die vind ik heel erg handig ook om te gebruiken. En het laatste wat ik daar haalde, dat is pannenbollen. Die had ik niet meer, dus die heb ik eventjes gehaald. Dus ik zal even de boodschapjes doen. Ik ga eerst even kijken of de kat klaar is met eten.
Ik zit eventjes op de grond voor de boodschappen. Ik heb eerst krokantjes gekocht. Het zijn kattenblokjes. De katten die eten op dit moment best wel veel. Dus ik dacht, laat ik maar zo'n zak meenemen. Die is prima. Ik heb chandeliers gehaald. Dus nu is het hier nog vrij donker. Maar die heb ik gekocht. Ik heb weer stokjes. Ik kocht even inlegkruisjes. Ik kocht 2 pakken sap. Die was in de aanbieding, een dubbelfris. En ik kocht de appel en perzik. Ik ben dol op sap. En ik nam ook de appel en de zwarte bessen. Ik kocht boontjes. Ik ben dol op boontjes. Even gewoon een inboorkat voor, want mijn katten die houden van grote zak met patat. Ik kocht een broccolietje. De zak met boontjes kapot, die ik heb in. Ik kocht deze vuile patjes. We hebben een aanbieding, dat is echt lekker. Ik kocht 2 pakken chocolademelk. Dit keer heb ik een I en een R. Ik vind het heel erg jammer dat ze de grote pakken daar niet hebben. Ik kocht frietsaus, die was in aanbieding. En ik kocht een kipfiletje voor aankomende week. Dus dat zijn boodschapjes. Die ga ik nu eventjes opruimen. Dan ga ik even als normaal de stofzuiger door dit huis trekken. Ik ga de boodschapjes even opruimen. Dan ga ik even de stofzuiger door dit huis trekken. En dan ga ik lekker even douchen. Want dat heb ik wel eventjes nodig naar zo'n middagje. Ga ik straks even koken. En dan ga ik nog eventjes aan de gang voor de blogpost die online moet komen. En vanavond ga ik alles bekijken. Dus ik hoop dat ik morgen weer wat leukere beelden voor jullie heb. Maar ja, het was vandaag gewoon allemaal even een beetje hectisch. Dus sorry alvast. Ik ga nu eventjes mijn ding doen. En dan zie ik jullie morgen gewoon. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 21 november. Op de camera zie ik eruit als een zombie, lijkt het wel, zo wit. Nou ja, dat komt gewoon echt hier door het licht. Het is regenachtig, het is hier donker, dus het is echt een beetje vreselijk. Ik zal jullie zo meteen wel eventjes in de slaapkamer laten zien wat ik aan heb. Ik ga zo hier even stofzuigen. Daarna ga ik eventjes mijn badkamer doen. Want mijn bezoek die komt om 2:30 en dan gaan we eventjes die kast ruilen bij IKEA en die planken omwisselen. Dus dat staat er op de planning. Ik ga jullie eerst even laten zien wat ik aan heb. Probeer ik jullie nog even bij te zetten. Het kan zijn dat die beelden met de telefoon gemaakt worden omdat ik zie dat mijn camera volgens mij niet zo heel veel geheugen meer heeft. Maar ik ga jullie even laten zien wat ik aan heb. Ik zit even gehurkt voor de spiegel, want anders zien jullie mijn broek niet. Ik heb dus deze broek aan en deze is van de Zwarte Markt. Het is echt een hele fijne, het is gewoon een stretchbroek en zit super lekker en warm. En dan heb ik een trui aan van Roemag met de tekst Boys Whatever Cats Forever. Dus dat is mijn outfit en dan komen er straks nog een paar uks onder. Ik ga nu eventjes de dingen doen en ik zal jullie er eventjes bij zetten. Ik wou het in de slaapkamer doen, maar daar was het licht zo slecht dat het niet werkt. Maar ik dacht, dan doe ik het even zo. Niet dat dit heel ideaal is. Ik hoop dat ik in een volgend huis een hele mooie spiegel kwijt kan, waarin ik jullie het beter kan laten zien. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what it means, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all.
edges. All your perfect imperfections. Give you all to me. I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even inmiddels is het echt alweer een paar uur later. Je kunt het ook zien. Het is hier alweer onwijs donker. Het is 4:15 en ik ben terug. Ik heb het juiste kastje en ik heb nieuwe plankjes. Daar ben ik heel blij mee. Ik had een grijs kastje. Ik moest de zwart bruine. Ik kreeg ondertussen een appje binnen. Zo. Dus die zat ik even schuin te lezen. Want ik film even met mijn telefoon. Want mijn camera die is volgens mij ook... Het kaartje is vol, maar ook... ja, het licht is niet zo goed. Het duurde echt best wel lang bij IKEA. Ik moest natuurlijk gewoon naar de ruilhoek. Noem je dat zo? Nou ja, naar het ruilgedeelte toe. Ten eerste, de deuren die deden het niet. Dus we moesten zelf die draaideuren moesten we duwen. Nou ja, als je dan inderdaad al een karretje hebt waar plankjes op liggen en wat andere dingen. Ik moet ondertussen even een kartje vrij laten. Die hadden net eten gehad. Dan heb je een karretje bij, dan moet je duwen. Dat is best wel lastig. Gelukkig helpen mensen hier dan wel. Dus dat was op zich prima. Nou, daar moesten we dus ook eventjes wachten natuurlijk. Want vaak is het best wel druk. En er waren ook maar twee van die ruilkasten waren open, zeg maar. Dus nou goed, dat duurde best wel lang. Maar oké, dat is logisch. Het feit was, ik had vorige week gebeld met de klantenservice van de IKEA. En ze hadden mijn klacht... Of mijn verhaal hadden ze eigenlijk al omschreven. En ik kreeg een heel netjes referentienummer mee. Nou, als u dat referentie meeneemt naar de winkel. Dan kunnen ze het opzoeken. En dan weten ze eigenlijk meteen wat er aan de hand is. Hoeft u uw verhaal niet opnieuw te doen. Nou, helemaal top. Helemaal super. Wat bleek. Je moest twee referentienummers hebben. En ik had er dus één. Dus ik had niet het juiste referentienummer. Dus ik moest toch even kort opnieuw mijn verhaal doen. Nou ja, goed, kan gebeuren. Hebben ze het even aangemaakt. Nou ja, dat ging eerst al niet helemaal goed. Toen kwamen ze tot de conclusie dat die plankjes niet op voorraad waren. Dus ik kneep hem heel even. Maar hij zegt, we halen gewoon die plankjes uit een nieuw pakket. En dan heeft hij gewoon alsnog uw plankjes. Nou, dat was helemaal goed. Daar moest ze even op wachten. Toen het kastje terugbrengen, zei ze, ja, wat is daarmee aan de hand? Nou, gewoon verkeerde kleur. Maar ik had die doos natuurlijk al heel erg open gescheurd. Dus nu had ik wel een beetje vastgetaped. Maar ik had niet van het goede tape. Ik had alleen maar van het witte tape en dat is schilderstape. Dat was niet helemaal goed helaas. Nee, goed. Kan ook gebeuren. Dus, dat had ik allemaal wel gedaan en zo. En dat was op zich allemaal prima. Dus, nou, dat was teruggenomen. Geld teruggehad. Maar toen moest ik natuurlijk nog het juiste kastje meenemen. Maar ik wist ook even niet waar dat lag. Dus toen zeiden we van ja, we moesten wachten op de plankjes. Toen konden we eigenlijk even rustig gaan zitten. Ja, kunnen we niet dan even dat kastje alvast gaan ophalen? En dan komen we zometeen terug voor de plankjes. Nee, was geen probleem. Kom. Nou, super. Dus wij alvast dat kastje gehaald. Ze hadden echt ook nog maar twee kastjes. Dus ik had echt geluk dat ik er nog eentje kon meenemen. Kastje afgerekend. Nou, weer terug. Naar de balie om te kijken of de plankjes er al waren. Die lagen er inmiddels ook. Nou, gelijk ook netjes de juiste benodigdheden erbij die dus in de oude plankjes zaten. Dat was super geregeld. Ik miste alleen nog een schroefje. Nou, die werd uiteindelijk ook nog even gebracht. Dus alles meegenomen en terug naar de auto gebracht. Is dat zo'n leuk ding. Nou, toen nog eventjes door naar de karwei. Want ik moest nog steeds iets hebben om mijn plaat aan op te hangen. Dus ik heb nu wel wat gevonden. Zodat ik die review gewoon online kan gaan doen. Ik heb, even kijken hoor. Dit is van Tessa. Het zijn deze. En als het goed is kun je die dus zo gaan hangen. Ik weet nog niet zo goed hoe het werkt. Dus ik ga wel eventjes op YouTube kijken hoe dat precies in zijn werking gaat. Want ik snap het nog niet helemaal. Ik heb zelf het idee misschien dat ik toch... Ja, er nog een paar bij moet hebben. Dat zou ook aan de onderkant hangen, maar dat weet ik dus nog niet. Ik ga straks wel eventjes... Ik ga in ieder geval gewoon even op YouTube kijken. Dus die heb ik even gehaald. Nou, toen weer terug naar huis. Nou, en ik woon dus in een appartement. En je moet bij mij met een trapje naar boven. Nou ja,
kastje opgetild. Ik had een hondje, dus dat hondje had ik meegenomen. Dus dat konden we verder met het hondje doen, maar dat ging ook niet helemaal goed. Nou, gelijk even gekeken of ik nog post had. En tot mijn verbazing was er gewoon al een AliExpress pakketje in de brievenbus. Dus ik heb mijn eerste pakketje alweer binnen. Ik ga nog niet laten zien wat erin zit, want daar komt uiteraard weer een shoplog van. Maar daar was ik wel heel verrast, want dat had ik dus nog niet verwacht. Het is al super. Dus nu ben ik weer thuis. Ga ik zometeen even lekker douchen. Dan ga ik even mijn boontjes afhalen en dan straks weer lekker koken. Dus ja, dat was een beetje mijn middag. Ik heb verder ook niks gefilmd of zo, want ja, het duurde gewoon allemaal lang. Was ook gewoon niet zo handig. Maar dan weten jullie in ieder geval even hoe het is afgelopen, dat ik nu het juiste kastje heb. Dus ik ga bij deze dan ook gewoon alvast de weekvlog weer afsluiten. Ik heb geprobeerd om het weer een beetje mooi in beeld te krijgen, om er weer leuke beelden tussen te doen. Ja, is gewoon soms best wel een beetje moeilijk, omdat ik vergeleken bij andere YouTubers, vloggers, misschien niet zo'n interessant leven heb. Maar goed, dat heb ik al wel vaker verteld. En ja, dit is gewoon het leven van mij, eigenlijk. En ja, ik probeer altijd mijn best te doen om er toch nog wat leuke beelden tussen te doen. Dus ik hoop dat je het in ieder geval leuk vond om te zien. Ik wil je ook weer heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal en wil je op de hoogte blijven van andere video's, kun je natuurlijk even gratis abonneren. Ik post 2 video's in de week. Op donderdag komt de weekvlog online en op zaterdag een beauty gerelateerde video vaak. Omdat ik natuurlijk... in feite gewoon nog steeds een beautyblogger ben. En de video's op YouTube ook wel om beauty draaien. Dus ja, dat was even de korte mededeling. En dan zie ik je gewoon weer heel snel bij de volgende video. Doeg!